Ja, Frederik, het was al een hele bijzondere wedstrijd vanmiddag. Ja, 7-1 thuis. Ja, grote uitslag. Ik heb zelf een doelpunt gemaakt. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus een hele leuke middag voor me. Ja, dat doelpunt, beschrijf hem eens. Ja, ik speel Dusan in en hij draait een beetje weg, zoals altijd met zijn tegenstander. En hij, ik loop overheen en hij geeft me de bal op een perfecte moment. En ik neem de bal mee naar binnen en ik schiet met rechts bij de eerste paal. Dus een goede doelpunt. Met rechts? Met rechts, ja. Ik ben niet alleen maar linksbenig. Ik gebruik ook mijn rechten om af en toe te lopen en te wandelen en ook te schieten soms. Had je dat verwacht? Verwacht. Anders had ik natuurlijk niet geschoten. Dus natuurlijk had ik verwacht dat ik zou scoren. Nou, we beginnen toch. Nee. Anders had je het ook niet gedaan. Nee, precies. Goed, het is wel weer lekker dat je weer scoort. Ja, absoluut. Ik scoorde afgelopen seizoen heb ik 2 keer gescoord. Dit jaar tot nu toe niks. Geen doelpunt gemaakt. Nu heb... Een halve tegen Excelsior. Een halve tegen Excelsior, ja. Ja, klopt. Klopt. Ja, lekker. Ja, de samenwerking met Dusan. In Nederland zien ze het nu ook. Ze noemen het zelfs de beste linkerkant van Nederland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat heb ik zelf ook gelezen. Hij is natuurlijk heel leuk. Een bewijs. We werken natuurlijk heel dicht samen, het hele jaar. En, als je zulke woorden leest, dat geeft je wel iets, zeg maar. En je krijgt steeds meer vertrouwen, niet alleen maar van de trainers, ook van buiten, van de media. En, dat is natuurlijk leuk. Ja, want het loopt nog steeds goed, ondanks dat de tegenstander wel weet wat jullie kunnen. Ja, Willem II, als je kijkt naar de wedstrijd vandaag, hebben ze 2 rechtsbacks gezet aan de rechterkant om ons te stoppen, zeg maar. Een beetje proberen te stoppen, denk ik. En dat is ook niet gelukt. Dat moeten we rekening mee houden in de toekomst ook, denk ik. Dat tegenstanders een beetje meer gaat richten om ons te stoppen, denk ik.